Het is 4 mei 2020 en ik sta hier in een lege en stille dorpskerk. Door het coronavirus is de dodenherdenking anders dan anders. Normaal is de kerk vol. Er is muziek, er zijn toespraken en gedichten. De veteranen hebben een ereplaats. Vandaag is het hier leeg. En toch herdenken we vandaag. De dodenherdenking in Zoeterwoude was dit jaar sober en zonder publiek. Samen met een leerling van basisschool Het Avontuur legde burgemeester Lisbeth Bloemen een krans namens alle inwoners bij de herdenkingsteen aan de voorkant van het gemeentehuis. Op die steen staan de namen van de Zoeterwoudse gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de strijd in Nederlands-Indië. Na een krans van het 4- en 5-mei-comité eerden twee veteranen als laatste de omgekomen Zoeterwoudenaren. Nou, zoals uh, iedereen natuurlijk weet, hebben we in deze tijd eigenlijk een. Uh, ja... Het coronavirus, wat ons het leven een beetje lam legt. En daarvoor hebben wij als muziekvereniging ge, eh, gedacht: om dus eh, hier vanuit de toren het taptoe-signaal te, te blazen. Dan twee minuten stilte in acht te nemen, en daarna wordt het Wilhelmus gespeeld. Het is eigenlijk actie van de laatste anderhalve week. Um, ik had al bij ons uh, verenigingsbestuur aangegeven van als er iets gaat gebeuren in zuid ben uh, ik beschikbaar. Ik wil wel wat doen. Um, er was al een oproep uh, in de media van uh, eigenlijk uh, maart, eigenlijk volgens mij in het begin maart al, van om, om alle koperblazen het signaal tap toe om uh, acht uur te gaan spelen. Daar was ik dus al een uh, aantal weken mee aan het oefenen. En uh, ja, de laatste anderhalve week is dit allemaal opgezet. Ik denk dat het al... Uh, Goed is gelukt, ondanks de kerktoren die er even nog doorheen kwam zitten halverwege. <laughs>